pietensnuitjes. Dit is het 12 Ruiter Sinterklaasjournaal en mijn naam is Jorien de Franse. Oh, ik heb echt zo'n zin in het Sinterklaasfeest dit jaar. Ik ben namelijk echt ontzettend lief geweest, dus misschien krijg ik wel heel veel cadeautjes. Nou, kom, we gaan snel kijken op pakjesboot 12 Ruiter. Want daar vinden we dit jaar wel 8 pieten. Oh nee, het zijn er maar 2. Maar ja, wel een heleboel cadeautjes in ieder geval. Nou, we zijn dus weer op de boot, hè? Ja, onze mooie boot. Of de stoomboot. Ja, de stoomboot. Want we gaan de pakjes brengen, hè? 5 december. Ja. En ik denk dat we ze even moeten gaan tellen. Ga jij eens even tellen. En alle pakjes die we hebben zitten in deze zak. Juist. Oké. Okay. Kom maar door. Het eerste pakje is voor juf Maria. En het tweede pakje is voor Honor. Deze. Dit mooie pakje is voor meester Renato. Als dat geen baal is. Voor meester Wesley. Nou, die heeft iets heel goed gedaan hoor. Zo, zeker. En het laatste pakje moeten we natuurlijk niet vergeten. Is voor meester Jos. Nou moet ik even tellen hoeveel kindjes de 12 ruiter heeft. Oké? Ga tellen, ja. We hebben groep 1, 2 A. 1, 2 D geloof ik nog. Ja, goed. 4 komt daarna. 4, ja, goed, 4. 5 hebben we er nog. Ja, of man, ja. Op vrijdagmiddag op de school. Groep 7. Ja, ook op en als laatste groep 8. Ja. Oké, dus hebben we iets van 7 klassen of zo. Dan hebben we dus nog maar 1212 pakjes nodig. Ja. We hadden er 1200. Maar dan hebben we dus. Nee, klopt. Piet, we hebben veel te weinig pakjes. Ja, klopt. Nee, maar hier. Misschien zijn er nog pakjes. Hier zie je 5 pakjes. 5. Dat waren de laatste 5. Ja, oké. Okay. Al die anderen. Ja. Weet je waar die zijn? Nou. Laatste. Het is crisis. Ja, in Spanje ook crisis. Oké. Okay. Geen cent te maken. Nee. Wat hebben we gedaan? 2 jaar geleden hebben we al die pakjes, al van jaren hebben we pakjes gekocht. Jaren. Oh, dat is wel slim, ja. Dat is heel slim. Ja. En die pakjes, die liggen al lang op de 12 ruiter. Die pakjes, die liggen in een kluis. Een kluis. Een kluis. Een kluis? Een kluis. Een kluis. Die pakjes liggen in een kluis. In een kluis, zeg jij. Kluis? Kluis, ik ken het woordje muis en huis en... Oh jee. Kluis? Dit is niet pluis. Maar wat is een kluis? Kluis. Kluis. Ik zal je even vertellen wat een kluis is. Ik zal het je even gaan uitleggen. Een kluis, dat is een veilige plek om spulletjes in op te bergen. En in dit geval, in de 12 ruiterkluis, daar hebben we dus de cadeautjes veilig in opgeborgen. Is dat net zoiets als een broodtrommel? Want daar doe je ook spullen in opbergen. Ja. Het is dus een beetje anders, hè? In een kluis, de kluis die kan op slot. Dan is het veilig. En je hebt dan nodig een sleutel om hem open te maken. Ik heb ook een sleutel, want die zat in mijn broodtrommel. Kijk maar, zo. Een sleutel. Hartstikke lekker. Nou, interessant hoor, Pieten. Maar waar staat die kluis dan? Ik ben namelijk reuze benieuwd naar mijn cadeautjes en de 12 ruiterkids natuurlijk ook. Nou, ik denk dat deze Piet wel weet waar de kluis is. Want deze Piet, die weet altijd alles en nog veel meer dan alles. Dus deze Piet gaat dat zeggen tegen ons. De kluis. Dus even, ik ga eens even denken, die kluis. Ja. Waar staat die kluis? De kluis. Piet. Ja. Ik heb geen idee waar die kluis is. Maar als jij niet weet waar de kluis is, dan weet ik het al helemaal niet. En als jij het niet weet, dan weet niemand het. Ik heb die cadeautjes niet in die kluis gedaan. Nee, dus ik weet niet waar die kluis staat. Maar waar is de kluis? Ah joh, rustig Pieten. Ik ga voor jullie uitzoeken waar die kluis is. We kunnen het vragen aan juf Elise, of aan juf Sophia, of aan meester Rick. Want die kan ontzettend goed speuren. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Pieten, maak je alsjeblieft... Niet Hallo? Hallo, wie hoor ik daar? Juf Jannekes, sta jij op locatie? Oh, kan jij ons misschien verder helpen waar die kluis is? Want wij hebben echt geen idee. Juf Jorinde, ik weet niet waar hier een geheime kluis is. Maar ik sta op de 12 ruiter. En ik ga eens even kijken of er hier een conciërge is die dat misschien weet. De conciërge weet namelijk alles. Hé, hey,
daar hebben we er één. Meester Wesley, kom terug. Meester Wesley. Hey, dag juffrouw Janneke. Meester Wesley, weet jij misschien of er hier op de Twaalfruiter een geheimzinnige kluis is? Ja, dat weet ik zeker waar die is. Kunnen we daar misschien een kijkje gaan nemen? Wij kunnen daar wel een kijkje gaan nemen. Ik denk dat het is opgelost. Ja, de kluis, die zit hier onder de grond. Heb je daar dan een sleutel van? Dan moet ik even kijken aan mijn sleutelbos. Een ringsleutel, nog een sleutel, ik weet niet wat van die is. Een voordeursleutel, achterdeursleutel, een dropsleutel, ja. Daar kunnen we natuurlijk die kluis niet mee openmaken. Zit er nou helemaal geen kluisleutel tussen? Nee, die heb ik niet. Maar waarschijnlijk hebben de Pieten zelf. Die Pieten, die weten niet eens dat hier een kluis is. Laat staan dat ze weten dat er een sleutel is. Maar er is hier een klas die kan heel goed speuren. Namelijk groep 8C. Er zitten echte speursnuitjes in. Ik ga eens vragen of ze me willen helpen. Ga je mee, Wesley? Ik heb een zak met 50 pepernoten. Maar daarbij wil ik wel lekkere schuimpjes doen. Want dat is natuurlijk net even wat lekkerder. Ik doe er 79 schuimpjes bij. Hoeveel lekkernij heb ik dan in mijn zak? Bjorn. 129. Goed gedaan, Bjorn. Dat is het goede antwoord. Nu mogen jullie zelf een vraag bedenken over pepernoten, chocola, schuimpjes. Maar ik geef jullie wel eerst pepernotendenktijd. Juffrouw Zanne. Ja, juf Janneke. Mag ik even storen? Ja, tuurlijk. Ik heb jullie hulp nodig. De sleutel van de kluis is weg. En ik heb gehoord dat er hier echte speursnuitjes in de klas zitten. Klopt dat? Nou, dat klopt wel. Kunnen jullie mij alsjeblieft helpen met die sleutel te zoeken? Want volgens mij moet hij dus ergens hier op school zijn. Team 1 met alle chocoladeletters paraat. Pepernoten snuiten paraat. Alle schuimpjes paraat. Haal alle meisjes paraat. Pietenbetten paraat. Het paard van Sinterklaas staat paraat. Tijdtijdbomben paraat. Kijk allemaal onder je stoel, want wie weet ligt daar de sleutel wel. Zoeken. Nou, ik vind dit wel een stoel waar een sleutel onder zou kunnen liggen. Ho, die Pieten toch. Waar zijn die sleutels nou, hè? Ook niet onder deze stoel. Waar zou die nou zijn? Onder de stoelen? Daar ligt geen sleutel. Maar ik denk dat we even op de gang gaan kijken. 8C, gaan jullie even mee? Ja! Kom op! Een aanwijzing. Kom, we gaan het de klas vertellen. Juf Janneke, we hebben hier een aanwijzing. Ja! Yeah! Maar natuurlijk, de Pieten van vorig jaar hebben al aanwijzingen achtergelaten waar die sleutel is. Ho, misschien kunnen jullie met je juf of meester door de school gaan om nog meer letters te zoeken. Ik denk dat we dan erachter komen waar die sleutel is. Misschien kan je al met je maatjes klas. Succes! Nou kinderen, jullie horen het. We moeten aan de slag. Er zijn heel veel letters verstopt in de school en die gaan jullie straks zoeken. En nu vraag je je natuurlijk af, hoe dan? Nou, dat hoor je van je juf of meester. Heb jij alle letters gevonden, dan vormen deze letters een zin. Dus dat wordt puzzelen. Heb je het raadsel opgelost, dan weet jij waar de sleutel ligt. En nee, het is geen dropsleutel. Zou die passen? Of deze? Nee. Als je je hebt gevonden, dan stuur je je mail naar zwartepiet@12ruiter.nl. En misschien weet je nu wel waar die sleutel aan ligt. Zoeken in alle hoeken. Zoek alle letters maar. Juf Florentje wens je veel plezier. De volgende keer, dan ben ik weer hier. Doei! Sinterklaas. Sinterklaas. Zwartepiet. Sinterklaas. Zwarte Piet. Zwarte Piet. Pepernoot, marsepein en snoepgoed. Speculaas, chocola, ik voel me goed. Pepernoot, marsepein en snoepgoed. Het is feest, Sint en Piet alleen. Zwarte Pieten op de boot. Pepernoot. Hebben pakjes groot en klein. Marsepein.
huis, de cadeautjes en de pakjes. Sleutel is kwijt, waar kan dat ding nou zijn? Op het grote plein of in het magazijn? Waar dan? Drop die beat even. Waar dan? Drop die beat even. Pepernoot.